Met de klas een boerderij bezoeken, dat is goed voor een actieve dag vol leerplezier. In Vlaams-Brabant brengen boeren met klassen leerlingen naar de boerderij. Vandaag komen kinderen van de Matadi-school meehelpen bij Boer en Compagnie in Leuven. Wij komen klusjes doen en een keer kijken naar de dieren. En doen de dieren ook een beetje voeren. In de klas bespreken we dingen bij WO met filmpjes en foto's en vertellen de kinderen vaak hun eigen ervaringen. Maar je merkt ook wel dat hun beeld niet altijd heel uitgebreid en breed is. En vinden we het ook belangrijk om dingen te doen, zoals vandaag dat boerderijbezoek, dat ze ook echt dingen kunnen beleven. Boer en Compagnie is een zelfoogstboerderij aan de rand van Leuven die sterk inzet op publiekswerking en duurzaamheid. Klanten met een abonnement kunnen hier een jaar lang groente, aardappelen en fruit komen oogsten. Daarnaast werd de VZW Boer en Buiten opgericht die de klasbezoeken en vakantiekampen organiseert. We doen dat eigenlijk vooral omdat het heel belangrijk is om mensen te laten zien waar hun eten vandaan komt. Vooral kinderen. Kinderen denken dat melk van de winkel komt en salami uit een pakje komt. En ons doel is echt laten zien wat de oorsprong is van voeding en vooral gezonde voeding. Het is ook een bioboerderij, dus we zijn hier biologisch. En we willen die boodschap ook graag meegeven aan de mensen en aan de kinderen. En niet alleen die boodschap meegeven, maar ook die boodschap laten ervaren door een echte boerderijbeleving. Ik denk dat het beeld van waar hun voedsel vandaan komt een beetje troebel is. Dat ze gewoon niet meer echt nadenken waar het vandaan komt. Dat ze zien het eindproduct in hun bord, maar dat ze niet meer altijd gaan denken van wie teelt die groente of waar komt dat vlees juist vandaan. Dat ze daar zo minder mee bezig zijn, denk ik. Via het netwerk van Boeren met Klassen kunnen leerkrachten een bezoek regelen aan een landbouwbedrijf in de buurt. Boeren met Klassen is een initiatief van de provincie waar we lokale landbouwers ondersteunen om klassen te ontvangen, om kinderen wegwijs te maken op de landbouwbedrijven. Er zijn in onze provincie 112 landbouwbedrijven die deelnemen en de deelnemende bedrijven krijgen een financiële vergoeding per groep die ze ontvangen. Voor de kinderen is het een uitgelezen kans om zelf de handen uit de mouwen te steken op de boerderij. We beginnen eigenlijk met een kort stukje theorie, om het zo te zeggen. Dat is een kort stukje informatie dat we willen meegeven. Wij doen dat spelletjesgewijs. Daarna krijgen ze even vrijheid op de boerderij om zelf te gaan verkennen. En daarna proberen we eigenlijk een taakje te doen op de boerderij of iets om de boeren te helpen dat te maken heeft met het thema dat we net gezien hebben. Vandaag leren de kinderen over de Colorado-kever. Die voedt zich met de bladeren van de aardappelplant. Omdat de kevers in Vlaanderen geen natuurlijke vijand hebben, verspreiden ze zich razendsnel over de aardappelvelden. Gelukkig zijn de Matadi-leerlingen hier om de kevers te helpen vangen. Ik ga hem dus vertellen dat de kevers hebben gevoed aan de varkens en dat de kevers de bladen van de aardappelen opeten. En ook, we hebben de piggen gehoord dat we dat, ga ik zeggen tegen mijn moeder, dat we de koeien hebben gehoord en dat het heel leuk was. Ja, ze vonden het echt heel fijn, heb ik het gevoel. Want ze waren heel enthousiast aan het meedoen. We zijn daar straks beestjes gaan vangen bij de bladeren van de aardappelen. En ze gingen er echt voor om die pot helemaal te vullen. Of als ze de dieren zagen, dat vonden ze heel fijn om die eten te geven en te aaien en zo. Dus ze waren wel aan het genieten. Het is echt wel heel nuttig voor hun, die boerderij bezoeken. Ze hebben er echt iets aan, want ze leren echt van... Het is niet zo als in de tekenfilmpjes, als op tv. Dit is het echte leven eigenlijk. En dit is hoe het eraan toe gaat.
Ook voor de landbouwer is dit een waardevolle ervaring. Je haalt er wel echt veel voldoening uit eigenlijk. Vooral, ik heb daarnet een quiz gedaan met een groep en ik merkte eigenlijk hoeveel dat die van het boerenleven hebben opgestoken, hoeveel dat is blijven plakken. En daarvan krijg ik zelf ook heel veel voldoening, omdat ik dan besef van die hebben echt iets geleerd en die hebben echt iets aan hun bezoek. Ook zie ik dat er heel veel kinderen zijn waarvan leerkrachten zeggen, oei, in de klas is die super, super stil. Maar hier komt hij helemaal tot bloei en loopt hier overal rond. Dus op die manier heb ik er ook veel voldoening van, omdat ik weet van er zijn bepaalde kinderen die in de klas het moeilijk hebben, maar hier wel echt tot uiting komen. Voor de leerlingen van de Matadi School was het een leerrijke, maar vooral leuke dag. Ik denk wel dat het een verrijking is sowieso omdat ze echt dingen kunnen doen. En ik denk dat dit ook iets is waar ze dan andere jaren nog aan gaan terugdenken en dat ze echt als een leuke ervaring gaan delen met anderen. Er is een goede website, Bezoek de Boer, waar de scholen kunnen kijken waar er ergens een landbouwbedrijf in de buurt is. Maar je kan er ook veel meer op vinden op die website. Onder andere, waar zijn de hoevenwinkels, waar kan ik een ijsje gaan eten of waar is er vergadermogelijkheid. Dus een website met heel veel informatie over landbouwbedrijven die deelnemen.